als bedrijf. Wij leveren niet alleen ultrasone gasmeters, maar eigenlijk leveren wij volledige meetinstallaties. Meetinstallaties voornamelijk voor de aardgasindustrie. Nu, voor de aardgasindustrie maakt dat eigenlijk iets complexer, omdat er om te beginnen heel veel geld mee gemoeid is. Dus die meters moeten gewoon heel nauwkeurig zijn om te beginnen. Ze moeten eigenlijk ook heel betrouwbaar zijn. En in tegenstelling tot sommige petrochemische installaties, zijn ze in de aardgasindustrie ook heel benieuwd naar de energieflow dat eigenlijk door de buizen stroomt. Dus niet alleen de volumetrische flow, maar echt effectief hoeveel joule per uur stroomt er door mijn leidingen. Nu, alvorens dat ik eigenlijk echt zo meer in de detail van de meter ga, moet ik eigenlijk een paar concepten, ideeën toch toelichten over ultrasoon. Nu, deze ideeën zijn vrij fundamenteel en zorgen ook eigenlijk dat de werking, de range van de meter, eigenlijk quasi bepaald is door eigenlijk de regels, de fysieke regels. Nu, de medium waarin dat we eigenlijk de ultrasone gasmeters kunnen inzetten, zowel als de minimum en de maximum flow, die stromen eigenlijk, die vloeien eigenlijk rechtstreeks uit de fysica achter die meting. Ja, dan ga ik verder met mode of operation, het eigenlijk principe van de ultrasoonmeter. Hoe doen we eigenlijk die meting en wat krijgen we als output? Een belangrijk deel van die ultrasoonmeter is de traducent, de transducer. Ik zal ook gaandeweg toelichten wat dat eigenlijk juist is. Maar vrij kort geschetst, de transducer is eigenlijk de hart van het systeem. Eigenlijk. Die zorgt eigenlijk dat je die meting kan uitvoeren. Nu, ik werk op een R&D-afdeling, ik ben geen salesman, dus ik kon hier niet verkondigen dat we het van het uitgevonden hebben. Ik denk als kitontwerpers, als mechanisch ontwerpers, en in een latere loopbaan misschien echt applicatieontwerpers, zijn jullie geïnteresseerd, ik moet een bepaald medium meten, welke meettechnologie is gepast ervoor? Nu, ultrasoonmeter is een betrouwbare meting, maar kan niet voor elke applicatie toegepast worden. Dus daarom is het wel zinvol door eens heel kort te overlopen van welke meettechnologieën zijn er en wat zijn eigenlijk hun voor- en nadelen. Ja, en dan naar gelang van hoe de presentatie loopt, op het einde nog heel even kort toelichten wat wij eigenlijk als R&D-afdeling proberen op te lossen bij het ontwerpen van nieuwe meters, zowel als het verbeteren van de huidige. Ja, flow measurement introduction. Nu, ik denk als ik begin over volumetric of base flow rate en ik laat die figuur rechts zien, dan is dat voor het meeste duidelijk eigenlijk. Je hebt een bepaalde volumestroom, volumeflow, en die volumeflow die bloeit eigenlijk rechtstreeks uit een berekening waar de doorsnede van de buis in komt en de gemiddelde gassnelheid door de buis. Nu, deze formule is eigenlijk vrij straightforward. Nu, het enige probleem is dat die eigenlijk vooral toegepast wordt in de omgekeerde volgorde. Als ze eigenlijk de volumeflow weten en je weet de oppervlakte, dan kan je daaruit de gemiddelde gasstroom door je doorsnede berekenen. Nu, waarom is het eigenlijk belangrijk? Omdat ultrasone gasmeters, in tegenstelling tot sommige andere technologieën, die geven eigenlijk als output een gassnelheid, geen volume. Nu, is eigenlijk heel belangrijk, als je heel kortweg vergelijkt met een turbinemeter, die gaat eigenlijk een geïntegreerd volume geven als output, waar we aan ultrasoonmeter eigenlijk discrete metingen geeft. En dan proberen we eigenlijk, naar gelang van alle diagnose die we hebben uit de meter, voor daar eigenlijk die gemiddelde gasnelheid te berekenen. Nu, die formule die is eigenlijk ook alleen maar, die formule links, die kan eigenlijk ook alleen maar gebruikt worden als je wat wij noemen een uniform flowprofiel hebben. Dat betekent eigenlijk dat de gasnelheid dezelfde is
over de gehele oppervlakte, over de gehele cross-section. Nu, als ik eigenlijk een meer realistisch flowprofiel laat zien, zoals hieronder rechts, dan zie je dat om te starten dat de gassnelheid, dat de snelheid eigenlijk doorheen de buis, die is afhankelijk van de locatie in de meter. Nu, dat betekent eigenlijk dat die formule van hierboven niet toepasbaar is, puur en alleen, omdat je eigenlijk een integraal moet oplossen, waarbij dat je hier een onbekende functie hebt, en dan hier eigenlijk een weging. Nu, waarom is het een weging? Hoe verder je van de centrum van de buis zit, hoe meer dat eigenlijk de gassnelheid bijdraagt in de volumeberekening. Nu, je kan je wel voorstellen, aan de buitenkant van een doorsnede heb je eigenlijk een grotere segment dat je eigenlijk covert. Dus daarom wordt dit eigenlijk, wordt dit eigenlijk gezien als de flowprofielen. Dat is eigenlijk een functie afhankelijk van de radius, de locatie in de buis. En een weegfunctie. In theorie eigenlijk zou flow die eigenlijk helemaal in het centrum van de buis stroomt, die draagt eigenlijk niet toe aan de volumestroom. Dat is ook puur analytisch natuurlijk. Maar ik hoef er een idee te geven dat die formule van hierboven, zoals dat iedereen die eigenlijk kent, dat die eigenlijk al heel complex wordt als je die gemiddelde gassnelheid niet kent. Ik heb dus gezegd, wij als ELSE proberen eigenlijk meetinstallaties te leveren voor de aardgasindustrie. Nu, wat heb je eigenlijk nodig voor een nauwkeurige, betrouwbare meting te doen? Eerst en vooral een gasmeter. Een ultrasoon gasmeter of een turbine is eigenlijk alleen er. Maar een gasmeter die heeft over het algemeen als output een volumeflow ongecorrigeerd. Dat betekent eigenlijk, die meet eigenlijk de volume zoals dat die door de buis stroomt, zonder rekening te houden met druk en temperatuur. Nu, daaruit proberen we eigenlijk het normaal volume te berekenen. Nu, het normaal volume is eigenlijk het volume bij wat we noemen line condition, gecorrigeerd naar een uniforme of een vastgelegd standaard druk en temperatuur. Dat is typisch eigenlijk, ja, naar gelang van in welk land dat is het. Hier is dat typisch 1 bar, 15 of 20 graden. Ja. Nu, wat heb je eigenlijk nodig voor die VN, in dit geval die VN, die normaal debiet te berekenen, heb je eigenlijk de temperatuur nodig. Ja. Te beginnen, je moet eigenlijk weten, oké, hoe warm is het medium dat er doorstroomt. Je hebt ook de druk nodig. Als je bij wijze van spreken 1000 kuub per uur doorstroomt door de buis hebt. Nu, oké, bij welke druk is dat? Als dat bij 1 bar is of dat is bij 10 bar, dat is wel heel wat meer massaflow dat er doorgaat. En dan, wat heb je eigenlijk nog nodig? Een gaschromatograaf. Nu, waarom een gaschromatograaf? De aardgas is eigenlijk geen ideaal gas. Dat betekent eigenlijk dat de verhouding druk maal volume gedeeld door temperatuur, dat die eigenlijk niet hetzelfde is voor verschillende combinaties. Nu, voor dat eigenlijk te corrigeren, wordt er eigenlijk een term geïntroduceerd, de Z, de compressibiliteit. Nu, die compressibiliteit die volgt eigenlijk uit het bepalen van de verschillende gascomponenten. Die gaschromatograaf die bepaalt eigenlijk de verschillende componenten in het gas en daaruit wordt eigenlijk de compressibiliteit berekend, een correctiefactor, omdat aardgas eigenlijk de meeste gassen geen ideale gas zijn. Nu, dat geeft eigenlijk dit resultaat, het normaal debiet. Nu, ik heb gezegd, in de aardgas zijn ze vooral geïnteresseerd in hoeveel energie stroomt erdoor. Hoe bepalen ze dat eigenlijk? Nu, die gaschromatograaf heeft eigenlijk al de verschillende gascomponenten bepaald. De SADIS die weet ook eigenlijk de heating values, de verbrandingswaardes van elke component. En zo krijg je eigenlijk vrij straightforward eigenlijk de energieflow. Als er vragen zijn of zo? Ja, dus, is mijn accent eigenlijk een beetje te begrijpen? Want ik weet, ik ben van Antwerpen en ik doe mijn best voor het een beetje te onderdrukken. Maar anders moet je maar een seintje geven. Nu, een typisch meetstation, zoals dat in de aardgasindustrie eigenlijk ontworpen wordt,
bestaat eigenlijk uit een paar componenten die de zaken, allee, die eigenlijk de normaal debiet en energieflow berekenen. Nu, eerst en vooral, je hebt die ultrasoonmeter, die zit hier eigenlijk. Je hebt hier de temperatuurtransmitter. Je hebt hier de druktransmitter. En GC-sample, de gaschromatograaf samplepunt. Nu, dat zijn eigenlijk de zaken die je eigenlijk nodig hebt voor alles te berekenen. Nu, maar je ziet hier iets verder, dat er nog een andere meter staat. Nu, over het algemeen worden eigenlijk in de aardgasindustrie altijd twee meters in serie gezet. En voornamelijk twee meters met verschillende meetprincipes. Nu, er is gewoon veel geld mee gemoeid. En welk voordeel heb je eigenlijk door twee verschillende meetprincipes te gebruiken? Dat je ervan uitgaat, hoopt dat als er een bepaald fenomeen optreedt, dat die eigenlijk maar effect gaat hebben op één meter en niet op de andere. Nu, een vrij courant geval is bijvoorbeeld dat er vuil gas door de meter stroomt. Die vuil die bouwt zich eigenlijk op aan de binnenkant, aan de buis. Wat krijg je eigenlijk? Een vernauwing van de diameter. Dus deze meter die gaat typisch iets minder meten. En zo krijg je eigenlijk een altijd heel mooie vergelijking tussen die twee meetprincipes. De meting van elk meettoestel gaat eigenlijk naar een flowcomputer. Een flowcomputer... Oh. Ja, ik denk... Maar goed, als je twee metingen meent, wat is waar? Ja. Alsjeblieft. Welke van de twee is dan waar? Ja, wel, uiteindelijk, het gaat dan vooral om het kunnen diagnoseren. Nu, als er om een of andere reden twee meters echt beginnen af te wijken, dan kan je eigenlijk nog niet zeggen van die is juist of die is juist. Maar door de ervaring weet je eigenlijk een bepaald fenomeen, als dat optreedt, hoe dat die meters erop gaan reageren. Turbinemeters bijvoorbeeld is heel gevoelig aan korrels of eigenlijk stof dat eigenlijk neerslaat op die schoepen. Dus dat zorgt eigenlijk voor beschadiging van die lagers. Zo heeft eigenlijk elk fenomeen heeft eigenlijk zijn bepaald effect op de meters. Maar je hebt gelijk uiteindelijk, in sommige gevallen krijgen wij gewoon een telefoon. Die meters die meten niet hetzelfde. En dan is dat aan ons, aan de ingenieurs, de taak voor eigenlijk te zoeken. Ja, je zou bijna denken, als je doordat je met twee meters gaat meten, heb je misschien wel twee keer zoveel onderhoud. Want als er een grote afwijking is, dan neem ik aan dat je stopt of zo. Of dan ga je de ultrasoonmeter schoonmaken of soort zaken. Ja. En door met twee te meten heb je dat eigenlijk vaker. Valt best mee hoor, valt best mee eigenlijk. De meeste installaties die worden eigenlijk geleverd met één of soms zelfs twee ultrasoonmeters. Maar over het algemeen een ultrasoonmeter en een turbinemeter. En het gebeurt eigenlijk niet zo heel veel dat die echt uit elkaar beginnen gaan, de afwijkingen. De druk, de temperatuur en de gaschromatograaf, die data gaat naar de flowcomputer. Dat zijn eigenlijk gewoon rekenmachines. En die, binnen hoeveel percentage moet het zijn? Als je er twee meters hebt, dan moet je met ook wel kloppen. Binnen hoeveel percentage? 1%? Ah, nee, dat gaat over tiendes. Ja, ik denk vanaf, magnificus, drie tiendes is eigenlijk al een alarm in een systeem uiteindelijk. Dus de flowcomputer doet eigenlijk de berekening. Die data die gaat naar een soort van supervisory control system. En die gaat eigenlijk de meters diagnoseren. Die gaat eigenlijk ook een trending bijhouden. Want sommige zaken gebeuren, sommige fenomenen, die gebeuren gewoon plots. Andere lopen heel geleidelijk. En zo kan eigenlijk door de historie van de meter bekeken te worden, kan eigenlijk vrij goed achterhaald worden wat eigenlijk een mogelijk oorzaak was. Ik heb nog een vraag. Waar zijn die temperatuurmeters en die gasanalysemeters, waarom zijn die allemaal upstream? Of niet, ik ga uit het upstream is van die meter. Kan je voor de turbinemeter maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Uiteindelijk of dat die op of downstream zitten. Nu, de regel is wel dat eigenlijk elke meter zijn temperatuur en zijn druktransmitter moet hebben. En die mag eigenlijk max 5D van de meter zijn. Nu voor ultrasoonmeter plaatsen ze de temperatuurtransmitter, de thermokoppel, altijd achter de meter. Omdat, zoals ik in de vorige slide gezegd heb, het flowprofiel is eigenlijk vrij belangrijk voor onze meting. En door eigenlijk de thermokoppel
aan de inlaat van een meter te steken, ga je eigenlijk die meting beïnvloeden. Dus de regel is eigenlijk altijd thermokoppel achter de meter, okay. Maximum 5D. En de temperatuur afnemen, die mag eigenlijk op de meter gebeuren. Dat gebeurt over het algemeen op de meter. Maar waarom doen jullie er wel die druk op? Omdat dat eigenlijk nauwelijks beïnvloedt, uiteindelijk zelfs op de meter, dan gebeurt dat nog altijd aan de uitstroomkant van de meter. Okay. We proberen eigenlijk altijd voor dit eigenlijk alles zo vrij mogelijk te houden. En hoeveel lengte normaal willen jullie straight pipe hebben voor de upstream van de meter? 5D inderdaad? Toen de meters worden gecertificeerd, 10D. Dus eigenlijk zeggen we 10D voor de meter en eigenlijk alles wat er voorkomt maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Want die meter, wij moeten eigenlijk voor die meter te certificeren allerhande inlaatcondities testen. Een enkele bocht, een dubbele bocht, een reducer, een expander. En pas dan, als we eigenlijk aantonen dat die meter minder dan 0,3, maximaal 0,3% afwijkt, dan pas mogen we die eigenlijk verkopen of inzetten. Ja, oftewel, je hoeft dus niet upstream van een ultrasound flow meter een rechte pijp te hebben. Dat hoeft dus niet. Jawel, uiteindelijk 10D, minstens 10D. Oké, okay, toch wel. Ja, minstens 10D. Ja, zijn er nog vragen eigenlijk? Ja. Oké. Een klein beetje basic of ultrasound. Gewoon een paar eigenschappen van geluid, waardoor dat we eigenlijk de meting kunnen uitvoeren en ook een beetje de beperkingen kunnen toelichten. Wat is ultrasound eigenlijk? Ja. Dus op het begin is het een trilling. Het is een trilling dat door een medium doorgegeven wordt. Nu is eigenlijk al heel belangrijk deze definitie. Je moet om te beginnen een medium hebben. Uiteindelijk in het luchtledige of eigenlijk heel lage druk applicaties hebben wij het heel moeilijk. Hele lage druk applicaties zorgen eigenlijk dat we niet efficiënt genoeg energie kunnen doorgeven. En dan de frequentie. Ja, de frequentie ligt eigenlijk typisch boven de 20 kHz, boven het hoorbare gebied van de mens eigenlijk. Dus deze figuur stelt eigenlijk drukverloop voor. Uiteindelijk zo een trilling is eigenlijk niet meer dan gewoon lokale compressie. En lokale compressie van luchtmoleculen eigenlijk. Eigenlijk niet meer dan dat. Ja, waarbij dat je eigenlijk een bepaalde golflengte hebt, een bepaalde periode. En de frequentie is eigenlijk niet meer dan 1 op die periode. Als je eigenlijk het spectrum bekijkt van geluid, dan zit je eigenlijk tot een 20 hertz, wat ze infrasonic sound noemen, wat wij eigenlijk ervaren als gewoon trillingen. Eigenlijk alle mechanische resonanties liggen over het algemeen, in dit gebied. Dan zitten we eigenlijk in een hoorbaar gedeelte, naar gelang van hoe goed je kan horen, hoe jong, hoe oud, ligt dat typisch rond de 20 hertz tot 20 kilohertz. En dan zit je eigenlijk met ultrasonic sound. Het begint eigenlijk vanaf een 20 kilohertz en loopt eigenlijk tot enkele gigahertz eigenlijk. Nu de typische travel time, typische ultrasoonmeter, die gaat eigenlijk meten in deze range, 40 kHz tot 1 MHz. Ik ga straks ook uitleggen waarom dat deze uiteindelijk, we kunnen bij wijze van spreken nog hoger gaan, maar dan zijn we ook niet efficiënt bezig. Dus we proberen eigenlijk de frequentie zo laag mogelijk te houden, zonder eigenlijk hinder te geven aan mensen eigenlijk. Nu, als ik om een of andere reden geluid wil genereren, over het algemeen gebeurt dat met een piezo-element. Kennen jullie een piezo-element? Het is eigenlijk een materiaal dat al dan niet van nature uit de eigenschap heeft om te vervormen, alles dat een spanning overgezet wordt. En omgekeerd ook, van een spanning te genereren als het eigenlijk ingedrukt wordt. Nu, als ik dus om een of andere reden, met een of ander middel, geluid genereer en ik wil dit geluid eigenlijk aan de overkant krijgen, dan zijn er eigenlijk heel wat zaken waardoor dat geluid gaat afgezwakt worden. Nu, eigenlijk drie hoofdredenen. De eerste is eigenlijk transmissieloos. Transmissieloos is eigenlijk bij het genereren van het geluid
raak je eigenlijk, naar gelang van het medium, de meeste van de energie kwijt. Nu, voor een idee te geven, voor een piezo-element dat direct in contact is met lucht, raak je 99,9% van de energie kwijt. Dus dat gaat over eigenlijk het grootste deel. dat is eigenlijk de grootste, bepaalt eigenlijk ook weer de range van de meter, ook weer de specificaties van de meter. Nu de tweede reden van verlies is eigenlijk beam divergence. Betekent eigenlijk als wij hier geluid genereren, nu, dat gebeurt niet als een piston, niet als een mooie pistonbeweging, maar het geluid gaat eigenlijk een bepaalde openingshoek hebben. Nu, wat gebeurt er eigenlijk? Die openingshoek die blijft hetzelfde, maar de energieflux, dus eigenlijk de energie per oppervlakte, die verkleint wel. Want ja, je smeert eigenlijk de energie die je hier gegenereerd hebt op dit oppervlak hier. Ja. Dus het is eigenlijk ook een vrij belangrijke reden van verlies. Maar het hangt af van de frequentie. Ja, die is afhankelijk van, ja, die ga ik laten, ik heb hier iets verder ook de formule voor die openingshoek. Maar die is eigenlijk frequentieafhankelijk en ook diameter van de traducent, van het piezo-element en de geluidssnelheid van het medium. Dus eigenlijk niet alleen de frequentie. En verder heb je absorptie. Nu, de moleculen, die werken eigenlijk niet als knikkers, dus die... Als die eigenlijk een trilling ondergaan, dan geven ze dat niet voor 100% door. Er wordt wat warmte gegenereerd, er wordt eigenlijk wat interne vibraties gegenereerd. Zorgt eigenlijk dat geluid attenuate, dat het eigenlijk afzwakt, gewoon puur en alleen om het medium. Ja, iets dieper in detail, dus transmissie los. Ik heb hier een bepaald piezo-element dat geluid kan genereren. En ik heb hier voor de makkelijkheid gewoon een halve sfeer genomen lucht. Een halve sfeer lucht. En ik ben vooral geïnteresseerd eigenlijk, als ik hier energie genereer, hoeveel energie krijg ik effectief in de lucht. Nu, om eigenlijk de transmissiecoëfficiënt te bepalen, is er eigenlijk een belangrijke parameter. En die noemen we de akoestische impedantie. Nu, de akoestische impedantie is eigenlijk de product van de densiteit met de geluidssnelheid. En die geeft eigenlijk weer hoe makkelijk of hoe moeilijk dat een medium zich verzet tegen trillingen. Nu, ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld geschetst. Dus de akoestische impedantie van een piezo-element. Nu de densiteit, dus eigenlijk gewoon densiteit van keramiek, dus 7700. De gassnelheid. De geluidssnelheid is 4000 meter per seconde. Zorgt eigenlijk dat dit de akoestische impedantie is. De eenheid is minder van belang eigenlijk. Het gaat dan vooral om de ratios. Ik ga straks laten zien. De lucht heeft een geluidssnelheid van 343 meter per seconde. En een densiteit van 1,2 ongeveer. Nu, dat geeft eigenlijk een akoestische impedantie van 400. Je ziet eigenlijk al dat er een hele grote mismatch is tussen die twee impedanties. Nu, wat geeft dat eigenlijk als gevolg? Nu, dat eigenlijk aan de boundaries tussen verschillende mediums moet je eigenlijk continuïteit van energie hebben. En wat gebeurt er eigenlijk? Dat het grootste deel van de energie wordt eigenlijk gewoon gereflecteerd. Als het van de ene naar een andere medium gaat, vooral als er een hele grote mismatch is in de impedanties. Ja, dus kan je dan makkelijker hogere druk mediums... meten. Ja, klopt. Daarom uiteindelijk, dat is inderdaad de reden waarom. Ik had dat al geschetst, dat als we eigenlijk gewoon een piezo-element zonder meer proberen inzetten in een ultrasoonmeter, dan lukt het niet uiteindelijk, omdat we zoveel energie kwijtraken. Over het algemeen, hoe hoger de druk, als ik terug ga naar de vorige slide, hoe hoger de druk, hoe hoger de densiteit, hoe hoger de impedantie, hoe makkelijker de meting voor ons. Is er nog een maximale drukbeperking? Die worden eigenlijk, de maximale druk is eigenlijk mechanisch bepaald. Oké, okay, en de minimale druk? De minimale druk is ook afhankelijk van medium. Is ook afhankelijk van medium. Wat dat zeggen voor aardgas, ja. Voor aardgas en ook weer afhankelijk van size. Want ik zal straks laten zien, uiteindelijk we zenden en we ontvangen en dat geeft een bepaalde padlengte.
En eigenlijk zijn we beperkt door de padlengte en de medium. Maar dat is zeggen, een 6-inch meter, 6-duimse meter, ja. Dus een diameter van 150 mm. Daar kunnen wij gemakkelijk atmosfeer doen. Ja. En eigenlijk 8-duim wordt moeilijk. Dus een 6-duim leiding bedoel je? Hoe zegt? Is er een minimale drukbeperking? Dus uiteindelijk dat zeggen wij. Ja. Wij garanderen geen meting onder de 1 bar. Dus zeggen uiteindelijk onder de 1 bar. Onder 1 bar geen, heb ik aan. 1 bar absoluut. Dus geen 1 bar absoluut van het meting. Dus jullie kunnen bij een 6-duim leiding kun je ook atmosferisch Voilà. Dus we kunnen eigenlijk. Omdat wij gewoon beperkt zijn door die akoestische impedantie mismatch. Dus ik heb over het algemeen, hoe hoger de druk, hoe lukkiger dat we zijn, hoe makkelijker dat de meting te doen is. Ja, dus de reflectiecoëfficiënt, die wordt eigenlijk door deze formule beschreven. En ik had dat al geschetst, uiteindelijk, als we een piezo-element zonder meer inzetten, dan zijn we eigenlijk grotendeels van die energie kwijt. Beam divergence, dat was eigenlijk vrij duidelijk te zien in de figuur, dat de geluidsenergie die beweegt dan eigenlijk, gaat eigenlijk niet in een mooi cilindrische vorm eigenlijk, maar die gaat eigenlijk een bepaalde opening zoeken, waardoor dat er lokaal minder energie is. In het ideale geval zou je dit eigenlijk hebben. Nu, de reële realiteit leert ons dat de opening zoeken er zo uitziet. Nu, dit is niet altijd een nadeel eigenlijk. Het is niet altijd een nadeel, daar zal ik straks nog wel iets over zeggen. Dit is bijvoorbeeld een figuur van de geluidssterkte. Van de geluidssterkte van een traducent. Hier zit, je moet het eigenlijk zo zien. Hier zit eigenlijk het centvlak van de traducent. Dus dit trilt eigenlijk. En dan krijg je eigenlijk wat wij noemen hier van voren een near field. En dit is eigenlijk het veld waar het geluid nog aan het interfereren is met elkaar. En dat je nog geen duidelijke geluidsgolf hebt. En eigenlijk vanaf dit punt hier ongeveer, dan zie je dat je een heel mooie openingshoek hebt. Die openingshoek die wordt eigenlijk gedefinieerd min 6 dB druk, eigenlijk de helft van de energie. Als je die kwijt bent, dan zien ze eigenlijk als oké, want dat zien we als onze openingshoek. De formule voor die openingshoek, die staat hier eigenlijk beschreven, dus de sinus van deze hoek, die is 1,2. En dan de geluidssnelheid, de diameter en de frequentie. Dan zie je eigenlijk dus hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de openingshoek. Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de openingshoek. Ik heb hier één voorbeeld uitgerekend. Onze traducenten hebben typisch een openingshoek van 12 graden bij luchtatmosfeer. Dus 1,2, de geluidssnelheid van lucht, de diameter van de traducent, dus typisch 10 mm. En 200 kHz, dat is typisch onze operating range. Maar dit geldt eigenlijk gewoon voor geluid in het algemeen, hè? Dit geldt voor geluid in het algemeen, specifiek oefening. Het geldt voor geluid algemeen, Is dit bij jou meter? Wat is de dB op de ingang als je de transducer hebt? Je zegt het is 0 dB, dus dit is de release met afstand. Maar wat is de dB op de nanotrap? Als je de ultrasound meter, line zet. Ik ben ook niet mee, zeg ik. Ja, wat is de sound level op dB? Want dit is absoluut wel. En ik vroeg me af, wat is de dB? Dat is het decibel niveau op het inlet. Je wilt weten wat het decibel niveau is? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dat is zeggen, wij definiëren eigenlijk meer in hoeveel dB versterking dat we nodig hebben. Dat is zeggen, als wij een puls zenden van 80 volt, peak to peak, dan moeten we dat signaal 120 dB versterken voor iets te krijgen in het gebied van tot 1 volt of zo, voor een idee te hebben. Attenuation, een heel korte overgang. Dus geluid verzwakt eigenlijk over de afstand.
kunnen alleen maar het moleculaire energie niet elastisch doorgeven. Deze attenuation is ook frequentieafhankelijk. Hoe hoger de frequentie, hoe meer energie dat je verliest. We hoorden net praten over 200 MHz. Alsjeblieft. Ik dacht dat je net noemde 200 MHz. 200 kilowatts. Oh, kilowatts. 200 kilowatts. Ja. Nu, hoe werkt er eigenlijk een meting? We hebben eigenlijk een traducent A, een traducent B. We weten de padlengte, we weten de hoek tussen die twee. We zenden een puls van A naar B. Die geven ze een bepaalde travel time. Die tijd is eigenlijk niet meer dan gewoon de padlengte gedeeld door de geluidssnelheid en een fractie die afhankelijk is van de gassnelheid en de hoek. Een fractie van een seconde later zenden we een puls terug. Dit geeft ons een tweede travel time. Nu, als er flow door de meter stroomt, zijn die twee tijden niet hetzelfde. En daaruit kunnen we eigenlijk de gassnelheid bepalen. Als je die twee formules combineert, kan je eigenlijk de geluidssnelheid elimineren. Dat betekent eigenlijk ook heel belangrijk dat onze meting onafhankelijk is van de geluidssnelheid. Door deze twee formules te combineren, kunnen we ook de geluidssnelheid bepalen en elimineren we de gasstroom erdoor. Dus we hebben altijd informatie over zowel de geluidssnelheid als over de gassnelheid. Ja, dus ik heb aangehaald, dus zo wordt de volume, de base volume gedefinieerd. Nu, hoe interpreteren wij dat eigenlijk? De cross-section blijft eigenlijk hetzelfde doorsnede. Wij gebruiken verschillende paden, want ik heb in de vorige figuur gewoon één pad laten zien. Maar wij gebruiken verschillende sensorpaden, typisch 6 tot 8 paden, dus dat is die N-ieren. Elk pad krijgt zijn weging. Nu, hoe bepalen we die weging? We weten eigenlijk uit CFD hoe een flowprofiel er ongeveer uitziet. Wij kunnen eigenlijk voorspellen, wij kunnen anticiperen op flowprofiel. En wij geven eigenlijk wegingen, hogere wegingen aan paden die eigenlijk dichter bij dat punt liggen hier. Als ik ooit een turbulent flowprofiel is, dan is dit hier de gemiddelde waarde. En ik weet als ik een pad heb dat hier meet, dan gaat het dichtst bij de effectieve gemiddelde snelheid liggen. Wij doen nog een redelcorrectie. Waarom? Uiteindelijk, voor het eerste stuk, daarnet ging eigenlijk over energie. Hè? Dus hoeveel energie heb je nodig om überhaupt de overkant te halen? Toch? Want het principe van die tijdsmeting heeft eigenlijk er niks mee te maken. Zeker als je meet. Maar het principe van de. Nou, dus de vorige slide. Hier zit eigenlijk energie helemaal niet meer in. Nee, hier zit energie niet meer in, maar dit gaat eigenlijk puur om de travel, eigenlijk puur om de tijden. Ja. Nu uiteindelijk de energie, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een andere beperking, maar dit is de... Dit is gewoon het principe eigenlijk. Dit is het principe. Dit is en het principe van eigenlijk over van hoeveel energie je nodig hebt om überhaupt dit principe te kunnen toepassen. Ja, voilà. Ja, oké. Okay. Dat was misschien niet duidelijk. Nee. Ja. De doorsnede, wanneer de weging en dan de gassnelheid gemeten door de verschillende paden, die combineren we. We voeren daar nog een correctie op uit, afhankelijk van wat de Reynolds-waarde is. En dat spul wordt eigenlijk gekalibreerd en dan krijgt dat nog een calibratiewaarde. Nu, typisch, de meters die we trekken, die zijn eigenlijk tot op plus min 0,5% nauwkeurig als die gecalibreerd worden. Dus zo klein is deze correctie eigenlijk maar. Hoeveel paden meet je dan? Hoeveel paden? 6 tot 8. Dus 6 tot 8. Sorry, dat is 6 tot 8 transmitters en transducers? Ik heb hier dus verder een filmpje. En dat is misschien iets... dan die traducent. Ja, de traducent eigenlijk. Het ziet er zo uit, het is eigenlijk iets heel klein, maar het had van het systeem. Een titanium behuizing voor ook corrosief gas te kunnen doen. Wij hebben in het verleden ook zuurstofmeting gedaan, waterstofmeting. Dat is allemaal geen probleem. Nu, als je eigenlijk kijkt binnenin, wat zie je daar eigenlijk? Een piezo-element.
Nu, we kunnen dat niet rechtstreeks gebruiken voor energie en aan gas te sturen. We moeten daar een soort tussenmedium in steken. Een matching layer, dat is eigenlijk een laag densiteit epoxy. Zodanig dat de akoestische impedantie mismatch kleiner wordt. In plaats van dat we één grote stap doen, doen we liever twee kleinere. En daar zijn we eigenlijk minder energie mee kwijt. Ik heb hier ook een voorbeeld gegeven, de akoestische impedantie van het piezo-element is 30 meter tot de zesde. Lucht is 400, een heel groot verschil. Nu, die tussenmedium die zit daar niet mooi in het midden, maar zit er ergens in het midden, dat zou ik zeggen. Dus het geeft sowieso een verbetering. Eens kijken of ik hier nog een heel kort filmpje. Het is eigenlijk voor promotional use, maar je ziet wel heel mooi de pad layout en hoe de signalen eigenlijk erdoor gaan. Altijd een aantal parallele lijnen? Ja, op zich eigenlijk in veel stations gebruiken ze eigenlijk parallele leidingen. Nu waarom? Eerst en vooral voor onderhoud. Dus uiteindelijk, sommige stations kunnen zich niet permitteren voor die hele boel te sluiten. Dus wat doen ze? Ze bypassen één lijn, halen ze eruit, onderhouden ze kuisen, steken er terug in. En ook gewoon voor debiet eigenlijk. Ja. Drie lijnen kunnen gewoon meer flowen. Dus ja, het is een typische ultrasonometer. Van binnen, ja, uiteindelijk. Quasi geen drukverlies uiteindelijk, als je gewoon doorkijkt, zie je gewoon een volle buis. Het is nu eigenlijk een vrouwelijke stem te horen in het Engels die toelichting geeft. Is het? Het geluid. Ja, ik kan eens kijken. Is het niet echt geluid, maar het is meer dan zo'n deuntje. Ja, dat is een vrouwelijk lied. Ja, dat is ook belangrijk uiteindelijk, de elektronica, de hele behuizing, alles moet explosieveilig zijn. Ja, dat betekent eigenlijk de behuizing die wordt ontworpen, die wordt effectief aan explosietesten ondergaan. En wij testen eigenlijk die behuizing op 4 maal de explosiedruk. En zo garanderen we eigenlijk dat die in elke toepassing niet zal exploderen, zeker. Dan zie je eigenlijk, eens dat de kappen eraf zijn, de kabels die eigenlijk de signalen verzenden en ontvangen van de verschillende producenten. Zit eigenlijk met een temperatuur- en een druksensor. Waarom hebben we die nodig? Wij gebruiken die voor onze railroadcorrectie. Ik heb daarnet gezegd van als je heel lage railroadwaardes hebt, dan heb je een laminair flowprofiel. Ga je iets hogere railroadwaardes hebben, dan ga je meer turbulent. En wij moeten daarvoor corrigeren eigenlijk in welk gebied dat we zitten. Neem ik aan de grootste foutbron die de flowprofiel is. Ja, klopt. Ja. Je hebt niet zoveel informatie over het Reynolds-getal. Gezicht? Je hebt het Reynolds-getal en op basis daarvan schat je het profiel af. Nee, als je bijvoorbeeld extra bevuiling aan de binnenkant van de buis, is het profiel weer iets anders. Dat is moeilijk in te schatten. Ja, nee, klopt. Ja. Want ik zei, je neemt dan een stuk of 8 metingen, maar je neemt een soort van gemiddelde, maar het is niet daar een corrigeer voor een ander profiel als het zo uiteindelijk. Om de error per meting te zeggen over profiel. Ja. Nu zoals ik zei, uiteindelijk voordat we die meter eigenlijk mogen verkopen, moeten we die. Ja, uiteindelijk misschien heel dit in. Je ziet eigenlijk de verschillende paden. En sommige paden die doen een enkele reflectie, andere doen een dubbele reflectie. Is eigenlijk gewoon hoe langer dat signaal eigenlijk door het gas gaat, hoe meer informatie dat je eigenlijk verzamelt. Is die reflectie niet nadelig? Verliefde? Is die reflectie zelf niet nadelig, dat daar energie ook verloren gaat?
Waarom geen directe lijn? In het nieuwe meterontwerp zitten daar ook directe paden in. Je zit eigenlijk met een afweging van directe paden geven als voordeel, dat die veel robuuster zijn. Die hebben ook minder versterking nodig, maar die zijn, omdat het signaal minder lang door het gas gaat, heb je dan weer minder informatie over flowprofiel en zo van die zaken. Dus daarom dat we eigenlijk verkiezen voor een kort pad met een lang pad. En zo maken we eigenlijk, nemen we eigenlijk het voordeel van beide. Dus uiteindelijk, de meters worden eigenlijk ook via CFD getest. Via CFD ontworpen, uiteindelijk wordt een CFD op de installatie. Wij kunnen eigenlijk de gasnelheid langs heen, de akoestische paden bepalen. En zo leiden we eigenlijk de juiste wegingen af. Ja. Eigenlijk naar gelang van een enkele bocht of een dubbele bocht hebt, zie je eigenlijk de diagnose hier van de verschillende paden. Dus uiteindelijk het is een hele bedoeling voor daar eigenlijk informatie uit te halen en te voorspellen. Oké, we zien dit, dus dat moet betekenen dat er aan de inlet zich dat bevindt. De verschillende paden, zijn die in de tijd gescheiden of zijn die op frequentie? Nee, die zijn op tijd gescheiden. Dus de frequentie is overal hetzelfde. Maar ze worden sequentieel aangestuurd. Ja. Ja, dus je meet ook continu zeg maar, wat het snelheidsprofiel in de meter is, zeg maar. Ja. Okay. Ja, ja. En daarop pas je ook je berekening. Ja. Heel kort een beetje andere technologieën. Ik weet niet meer van dat jullie een beetje bekend zijn met heel weinig, maar ja. Degene die wij ontwerpen, ultrasone, transit time, zit eigenlijk hier. Er is ook een andere meetmethode, die heb ik eigenlijk bewust niet vermeld, Doppler. En dat werkt eigenlijk, wij werken met tijdsverschillen, dus een tijdsmeting aan de ene kant en een tijdsmeting aan de andere kant. Doppler werkt eigenlijk door het laten reflecteren van de signalen op particles en dat geeft eigenlijk een frequentie, een faseverschuiving, maar dat is eigenlijk minder nauwkeurig, dus wordt eigenlijk niet zo heel veel toegepast voor zulke toepassingen. Coriolis zijn eigenlijk meters die berusten op het feit dat als een medium door een bocht gaat, dan begint die eigenlijk te trillen. Dat is eigenlijk de enige meter die massa als output geeft. Voordelen, nadelen. Gevoelig aan mechanische trillingen en je kan geen alle groottes genereren. Magnetisch is iets minder belangrijk. De grootste concurrentie, de robuuste, is gewoon een orifice-plaat, dus dat is gewoon een dp-meting. Gewoon een plaat met een vernauwing erin, waar stroomt gas door. Door het drukverschil aan beide kanten van die platen te meten, krijg je eigenlijk een idee van hoeveel flow dat er doorgaat. Je ziet hier ultrasoonmeters, nauwkeurig. Non-intrusief betekent eigenlijk dat je eigenlijk niet met je componenten in het gas zit. Maar ja, kost veel en uiteindelijk, we zijn ook gevoelig aan relatief vuil gas uiteindelijk. Waarom? Maar op het moment dat er eigenlijk verschillende mediums of een tweefasestroom en het gas zit, in plaats van dat de energie erdoor gaat, reflecteert het er gewoon op. Ja. Sensitive to swirl, hoe zit het met de surges en dat soort dingen? Drukpieken? Ja, wat blijft het? Hoe zit het met de gevoeligheid van bijvoorbeeld drukpieken door het systeem? Op zich uiteindelijk, eigenlijk worden ultrasoonmeters gebruikt voor diagnoseren van druk door een compressor bijvoorbeeld. We hebben hier een kan er niet direct komen. We hebben eigenlijk een voorbeeld gehad waarbij dat een turbinemeter eigenlijk turbinemeter en een ultrasoonmeter afweek en bleek dat er eigenlijk pulsaties in het systeem zat die turbinemeter niet oppikte, maar die ultrasoonmeter wel. Nu wij doen typisch, naar gelang van de size van de meter, doen wij een 20 à 30 metingen per seconde per pad. Dat betekent eigenlijk op 6 paden, je krijgt eigenlijk 120 metingen per seconde. Dus als er iets of wat van mechanische pulsaties in zit, die halen we eruit. Er staat hier ook wel sensitive to swirl.
betekent eigenlijk, naar gelang van de inlaatconditie, eigenlijk dat er bomen bestaan relatief gevoelig aan inlaatconditie. Die swirl is gewoon een bepaalde inlaatverstoring, waarbij dat je eigenlijk door een dubbele bocht te introduceren, krijg je eigenlijk verdraaiing in het gas. En daar is soms moeilijk voor te compenseren. Kun je het zien? Merkt de meter dat er een swirl is? Ja, tuurlijk. Ja. Uiteindelijk bij onze swirlpaden, we hebben eigenlijk verschillende padtypes. En een van die padtypes die heet swirlpaden, zijn eigenlijk paden die eigenlijk gewoon direct de swirl kunnen meten, die eigenlijk direct de hoekverdraaiing of misschien deze figuur, deze, of eenmaal het laatste laten zien. Yeah. En dan zie je eigenlijk hier de swirl angle. En de laatste. Hebben jullie dat ook wel? Is dat als gefangeerd met simulaties? We kunnen hier eigenlijk de swirl angle. Dit is nu een dubbele bocht, dat is eigenlijk een van de grootste oorzaken van hoekverdraaiing. Maar wij kunnen die meten, wij compenseren die. En je ziet dat ook in die twee paden. Deze en deze zijn verschillend, en deze en deze en ook. En dan hebben we eigenlijk verdraaiing. En simuleren jullie dat ook met CFD bijvoorbeeld? In mindere mate. Omdat eigenlijk wij proberen eigenlijk. Via CFD doen we al een veronderstelling dat het geluid eigenlijk dat een lijn volgt. Uiteindelijk integreren de snelheid over een bepaalde lijn, maar zo'n traducent heeft eigenlijk een openingshoek aan een bepaalde oppervlakte. Dus je mag dat eigenlijk niet zozeer zien als een echte lijnvariabele. Dus ja, gebruiken we CFD? Ja. Gebruiken we dat echt effectief voor 0.2-0.3% afwijkingen te detecteren. Nee, meestal gebruiken we dat voor te af te wegen, oké, welk meterconcept is beter, welke pad layout zal al dan niet gevoeliger zijn voor bepaalde verstoringen. Dus daarvoor wordt dat wel gebruikt. Heb ik nog een vraag over dat overzicht wat u gaf over verschillende methodes. Ja. In het verleden was het nogal vaak zo dat ultrasound flow meters die werden beïnvloed, onder andere door het ultrasonische geluidsproductie van Lego-kleppen. Klopt. Ja. Jij weet iets meer van ultrasonometers, dat heb ik al. Nee, ja, klopt. Ik heb hem ook vast gewerkt. Ah. Dus, die keer zijn dan. Ah, okay. Maar is dat nog steeds zo? Want ik heb wel begrepen dat het beter ondervangen wordt. Maar ik ben niet op het hoogte van de laatste ontwikkeling. Ja. Nee, klopt. Nu, wat is er eigenlijk gebeurd? Nu, ultrasonregelkleppen, in het algemeen, die reduceren de druk. Van een bepaalde druk naar een bepaalde druk. En eigenlijk bij dat reduceren genereren die eigenlijk ultrason geluid. Nu, in het verleden was eigenlijk dat geluid in het hoorbare gebied. We hebben de regelklep ontwerpers gedaan. Die hebben eigenlijk heel dat geluidsspectrum opgeschoven. Dus de geluidsklep is stiller geworden, maar voor ons is die eigenlijk minder gunstig geworden. Nu, daar hebben we eigenlijk nog wel problemen mee. Hoe proberen wij dat op te lossen? Door, ik heb daarnet laten zien dat we eigenlijk een pulse sturen van A naar B, maar in de realiteit sturen we een gecodeerde, sturen we eigenlijk een codering. En door eigenlijk een code te sturen en die eigenlijk te correleren met de ontvangstpuls, kunnen we die alignen en kunnen we eigenlijk de ruis die erin zit, kunnen we eigenlijk cancelen. Nu, dat werkt niet in alle gevallen. Maar het werkt heel goed in wat we noemen out-of-band noise. Dat is zeggen de lagere frequenties tot 100 kHz. En als er om een of andere reden nog hogere frequenties in zitten. En nu, in feite is wel, als er ruis zit in het werkingsgebied van het reducent, hebben we daar heel moeilijk mee. Ja. Over het algemeen raden wij aan niet meer dan 15 bar drukverlies. Een reduceerklep die niet meer dan 15 bar reduceert. Die codering van het signaal wordt hier ook wel gebruikt om de tijdsresolutie van de meting omhoog te brengen? De tijdsresolutie, dus de tijd die je meet van de puls, wordt die ook daarmee gecorrigeerd doordat je een bepaalde codering van je puls geeft? Op zich uiteindelijk, je stuurt een puls, je weet de starttijd, die weet je vrij nauwkeurig. Nu de ontvangsttijd, uiteindelijk, je hebt op een bepaald moment een heel lange, typisch de pulsen die we sturen zijn 60 cyclussen lang. 60 cyclussen van
200 kilohertz. Mm-hmm. Nu, uiteindelijk geeft het een hele lange ontvangsterrein eigenlijk. Ja. En door die eigenlijk te schuiven, daar kunnen we eigenlijk vrij goed mee om. Dus dat is geen probleem. Ja. Uiteindelijk worden de meters tegenwoordig bijna voornamelijk nog gebruikt met gecodeerde puls. Ja. En wat is de laatste filosofie ten aanzien van of je die regelclip die je dan hebt, of je die juist upstream in plaats van de meter of downstream? Altijd downstream. Ja. Uiteindelijk, upstream is sowieso geen aanrader. En ja, we hebben, ik ben eigenlijk een paar weken geleden nog op een site geweest waar ze een meter verkocht hadden, downstream van een regelklep. Ja, dat werkt gewoon niet. Ja. Okay. Werkt gewoon niet. Zeker als je heel grote drukjes van 60 naar 30 bar gaat, dan genereer je zoveel ultrasoon geluid. Dat je eigenlijk je ontvangstpuls niet meer kan zien tussen de ruis. Okay. Maar ik had begrepen dat omdat je dichtheid aan de upstream kant van de regelclip hoger is dan aan de downstream kant, ja, dat het ultrasonisch geluid ook heel erg snel, of eigenlijk dat het dus sneller upstream travelt terug naar je flowmeter, en dat het ook wel eens een probleem kan zijn als je een downstream kant. Over het algemeen, nee, op zich, we hebben een paar installaties waarbij dat die downstream hebben we veel minder problemen mee. Uiteindelijk zelfs upstream is het ook vooral als die echt in rechte lijn met die regelklep staat. Als er om een of andere reden station ontworpen wordt en er zit een regelklep in, dan raden wij eigenlijk ook aan, gebruik een bocht, een dubbele bocht, een T. Uiteindelijk, dat zorgt eigenlijk dat het geluid dat gegenereerd wordt, dat eigenlijk gewoon breekt. Dat dat gewoon neerslaat. Maar een regelklep in rechte lijn met de flowmeter is eigenlijk vooral over problemen. Ook niet als je een downstream maakt? Ook als je een downstream maakt. En hoeveel bochten adviseren jullie dan? Uiteindelijk over... Ja, uiteindelijk... Is zoveel mogelijk, neem ik aan, maar... Maar wat is nou praktisch... wat kan je nou praktisch eisen van installaties? Als er een regelklep in zit, bedoel ik. Ja, ja. Nu, ik weet niet precies wat ze juist aanhouden, maar ik denk dat ze minstens een enkele bocht voorstellen. Minstens een enkele bocht. Maar over het algemeen, omdat we eigenlijk de skids zelf ontwerpen, er zit al jarenlange kennis in bij de mensen die ontwerpen. Die weten ook een beetje waarop te letten eigenlijk. Ja. Hebben jullie nog voorkeur of ten aanzien van fabrikanten daarin? Nogmaals, de... Hebben jullie nog voorkeur voor fabrikanten van regelkleppen die wel en niet goed in werken? Ik denk de meest gekende, Merwelde of zo, denk ik. Merwelde, denk ik. Nou, ik ken dus Mokveld ook. Die helden dus inderdaad regelmatig problemen. En ook het instrument, geloof ik. Als jullie fijn heten. Dus ik vraag me af. Hè. Ja, het gaat ook om een bepaald. Voorkeur. Want ook de inbouwpositie van die regelklep. Je kunt de stromingsrichting één richting op maken. Ja. Maar ook de andere richting op maken. Heeft zo zijn beperkingen en zijn voorkeuren. En zijn technische redenen waarom ze dat zou kiezen. Ja. Het gaat ook om typisch een bepaald type, uiteindelijk een vlinderklep of zo, daar is ook veel minder probleem. Het gaat eigenlijk echt specifiek om een klep waar dat lokaal echt ultrasoon gegenereerd wordt. Maar ik wil zeggen, een vlinderklep, daar zijn eigenlijk minder problemen mee. Maar die worden niet zo heel veel. Nee, maar vlinderklep is niet bedoeld om mee te regelen. Een beetje mee regelen, maar echt, dan kan je een paar dp pakken. Ja, maar als ik hoor 15 bar is de beperking. Ja, ja. Het is niet veel, hè? Ik weet het, dat is niet veel. Kijk, 15 bar, als je gaat van 17 naar 2, dan is het veel. Ja. Maar ga je van 250 naar 200, dan heb je het weer nergens over. Ja, maar het is ook direct in lijn, hè? Dus zeg uiteindelijk, is de beperking dus in absolute dp of is het in de drukverhouding? Het is de reduceerde druk, dacht ik. Ja, 15 bar is dus nogmaals, als je bij lage drukken werkt, is het relatief veel. Maar werk je met hele hoge drukken, dan is 15 bar niks. Ja, nee, op zich, ja, we hebben ook een mechanische beperking van wat de traducenten qua druk en zo aan kunnen. Ik weet dat we typisch niet meer dan 150 bar.
Dat dan met zo de maximum operating ranges van de meter. Dus ja, dan heb je 150 of we zeggen 200 bar, komen we eigenlijk niet zo heel veel. De figuur moet wel doen, dus nog veel overdrukken, maar dat is eigenlijk, het zal in de praktijk misschien niet zoveel voorkomen. Maar, maar dat geeft me wel ongeveer een beeld. Hebben we nog. Vijf minuten? Ja. Misschien nog juist een beetje een heel kort wat wij eigenlijk als uitdagingen zien, en ik denk meestal is dat wel een beetje aangehaald. Improved turndown ratio betekent dat eigenlijk de verhouding tussen de maximale flow en de minimale flow. Nu, typisch zitten wij met ultrasoonmeters, dat is eigenlijk een van de grootste voordelen, dat die typisch tussen 1 op 100 zitten. Dus de maximale flow gedeeld door de minimale flow is een factor 100. Om een idee te geven, als wij de meter gaan kalibreren, dan moeten wij typisch 2 tot 3 standaarden gebruiken voor de hele range van de meter af te gaan. Die standaarden zijn dan meestal mechanische meters. Dat is eigenlijk een van de grootste voordelen van die meter. En die proberen we zo goed mogelijk uit te buiten eigenlijk. Nog een heel grote challenge is eigenlijk SNR, signal to noise ratio. Is eigenlijk proberen ik heb gezegd, we moeten ons signaal aanzienlijk versterken voordat we het ontvangen. Dus de minste ruis dat ergens in of de elektronica of in het mechanisch, dus zeggen, of in de omgeving zit, die pikken wij op. Gewoon omdat we het 80-120 dB, dat gaat over factor 10.000 tot 100.000 keer dat we dat moeten versterken. Dus uiteindelijk proberen we dat een beetje op te lossen door heel veel te experimenteren met krachtige sensoren, andere piezo-elementen. De technologie staat ook niet stil natuurlijk. Die kunststof tussenlaag die wij gebruiken als intermediate layer, die proberen wij ook zo laag mogelijk in dichtheid te houden. Want hoe lager, hoe dichter dat die eigenlijk tussen de twee ligt, tussen het gas en de solid, hoe beter dat eigenlijk is in theorie. Zouden we eigenlijk een vloeistof moeten gebruiken, maar dat is niet zo heel makkelijk toe te passen. Dus ja, uiteindelijk we proberen eigenlijk zoveel mogelijk glasbollen fillers te gebruiken voor die dichtheid zo laag mogelijk te houden. Diagnose. Nu de klanten die een meter kopen, die weten oké, we weten wat hij kan, oké, welke diagnose, welke opties heb ik daarbij. Uiteindelijk ze willen eigenlijk dat die meter bij wijze van spreken in een skip ergens staat, onbemand, en dat die zijn eigen diagnoseert, dat die zelf alarmen genereert, al nog voordat er eigenlijk iets misgaat, nog voordat die eigenlijk een nauwkeurig begint te zijn. Ja. En daar komt eigenlijk heel veel software en heel veel evaluatie van metadata aan te pas. Het laatste, ik had het al aangehaald, flow profile dependency uiteindelijk, dat is eigenlijk een van de grootste nadelen van een flowmeter, is dat die eigenlijk relatief afhankelijk is van wat hij eigenlijk aan zijn inlaat krijgt. Ja. Nu, de minste verstoring kan eigenlijk zorgen dat hij in problemen komt. Ja. Dus dat proberen we eigenlijk ook door de paden zo slim mogelijk te kiezen. En ook door het diagnoseren van de verschillende paden proberen we af te leiden oké, welk profiel hebben we aan de inlet van die meter. En ook weer hetzelfde, als die verandert, dan moet er ook voor gecompenseerd worden. Ja. Zo zit er in onze meter bijvoorbeeld, hebben we onlangs ontwikkeld een schuilcorrectie voor hele zware verstoringen. Wat zijn hele zware verstoringen? Een klep die half open staat op 10 dB van de meter. Dat is een hele zware verstoring. Ja, we hebben die test gedaan en eigenlijk wij kunnen aantonen dat we niet aan een nauwkeurigheid verliezen. Ja, ik denk dat zo wat was voor mij. Oké, dank u wel. Ja, dat is graag gedaan. Ja, dat is wel interessant.